Kapot, Erik? Ja, wel redelijk. Mooie vraag, Sivrand. Maar ja, het is voor het eerst met 25 plus graden voetbal. Op kunstgras even wennen. Wat vind je ervan met deze temperaturen? Nou ja, ik doe dit liever dan met min 3 op het veld staan, hoor. Dat wel. Maar ja, zo'n kunstgrasveld helpt er niet mee natuurlijk. Het wordt heel gevaarlijk aan de voeten, maar op zich prima, joh. Nou, wel verloren. Wel verloren, ja. Ja, 1-0. Zuur. Ja, ik denk wel terecht uiteindelijk. We hebben niet heel veel grote kansen gehad. Dus ja, je had er één in kunnen prikken. Misschien op 1-1 een puntje. Dan mag je niet klagen, maar ja, het is niet anders. Ja, en zij wel kansen dus. En één doelpunt, net voor rust. Het gebeurde daar. Ja, zij hebben genoeg kansen gehad. Ja, ik weet het. Ik kwam volgens mij op rechts van ons iemand door. Die geeft een breed, die schiet geblokt, schiet nog een keer en hij valt erin. Ja, ja, wat moet je eraan doen? Niks. Nee, vrij weinig. Ja, en dan heb je druk en dan pak je nog een paar prima ballen en dan levert het een keer niks op. Je pakt genoeg punten, maar vandaag niet. Ja, hoe sta je met dat gevoel, sta je er dan? Ja, uiteindelijk pak je één te weinig, hè. Zo simpel is het ook wel weer. Ja, ik moet zeggen, het waren niet allemaal hele moeilijke ballen. Alle op één of twee na misschien, maar het waren allemaal prima te pakken. En, ja, het is jammer dat je nu gewoon met 1-0 verliest. Van de andere kant, we zijn veilig, dus het heeft geen consequenties. Zo is het ook wel weer, maar het was wel lekker geweest als we nog even een puntje of zo gepakt hadden. Hetzelfde geldt eigenlijk voor de volgende vier wedstrijden. Hè? Of je nou wint of verliest, dat heeft geen consequenties. Hoe motiveer je je dan? Nou ja, we willen natuurlijk wel in het linkerrijtje proberen te voetballen. Dat was voor vandaag wel een mooie mogelijkheid geweest om dat voor elkaar te boksen. En daar hebben we nog vier wedstrijden voor. En onder ons verliezen ze spelen ze allemaal gelijk, dus die komen niet echt dichterbij. Dus we moeten gewoon omhoog kijken en gaan voor die negende plek.